Wil en Julia, heel erg bedankt voor jullie mooie optreden. En dan heb ik direct een mooi ezelsbruggetje, want als ik aan muziek denk, dan denk ik aan de Rockstation. Ik heb op de bank zitten Paul Simons en Sander Gommans, allebei bekend van Trillium. En Sander kennen jullie misschien ook nog wel van After Forever. Welkom op de bank. Allereerst, heel erg bedankt dat wij deze prachtige locatie mogen gebruiken voor studio. En ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe zijn jullie op het idee gekomen om van deze oude fabriek, een meubelfabriek meen ik, een muziekschool, mag ik het een muziekschool noemen? Ja, of ja, cultureel centrum voor muziek. Hè? Ja, hoe zijn jullie erop gekomen om in ieder geval dit ervan te maken? Want het is echt prachtig. In principe waren we al langer op zoek naar een geschikte locatie. En toen deze beschikbaar kwam, toen wisten we eigenlijk allebei meteen dat dit echt een goede optie zou zijn. Want veel muzikanten moeten toch gebruik maken van openbaar vervoer. Het is handig om iets in het centrum te hebben, vooral als je opnames maakt en bands willen eventjes wat eten of eventjes naar een café. Dus het was eigenlijk voor ons de perfecte locatie om iets te beginnen voor muzikanten. En we zijn ook blij dat het gelukt is. Ja. Paul, de ondernemer, jij, of ja, allebei ondernemer, maar ook allebei muzikant. Hoe kennen jullie elkaar en hoe zijn jullie er samen op de dek komen? Ja, min of meer een aantal jaren geleden. Toen zaten we op het terras. Eén keer in het jaar. Ja, precies. Hadden wij die plannen om een festival te organiseren. En van daaruit is het eigenlijk toen dat tijd het festival niet doorgegaan. Maar Sander en ik zijn wel bezig gebleven met dit idee, zeg maar, uit te bouwen. Ja. En, dus het gaat al een tijdje terug. Oké, en ja, een tijdje terug, dan denk ik van ja, het pand kwam leeg te staan, dit. En ja, nou, het is mooi gerealiseerd tot dit. Maar het gaat niet van dag op dag. Jullie zijn er toch wel flink mee bezig geweest. Ja, ja. Het pand kwam eigenlijk vorig jaar, februari, kwam het in ons bezit. En toen moesten we nog even wachten tot de huurders eruit waren. Want hier zat voorin? Voorin zat erin? Een fitnessclub en de heemkundevereniging. Oké. En die waren er in juni ongeveer uit, juni, juli. En toen hebben we daar in dikke 3 maanden tijd hebben we het helemaal opgeknapt. Verbouwd. Ja. Ja, dat mag er wel wezen. Ja, we zien in de tussentijd ook beelden van de opening. Die was in oktober, als ik me niet vergis. November, sorry. En ja, nogmaals, wat willen jullie hiermee gaan bereiken? Want ja, je kan hier muziek opnemen. Je kan, ja, wat ik al zei, het mag geen muziekschool genoemd worden. Hè? Want je geeft er wel les. Want ja, sommigen kennen jou van, ja, ik persoonlijk van de Broek in. Ja. En jezelf werk je nu op een andere school, meen ik? Nikkei in Roermond. Ja, daar geef je ook nog gewoon Daar geef ik ook nog les en dat combineer ik hiermee en met het schrijven van muziek en dergelijke. Maar nee, natuurlijk, muziekschool mag het best genoemd worden. Het gaat er zich meer om, kijk, je kunt wel allerlei termen aanhalen. Mm. Maar voor degene die niet meteen geïnteresseerd is in muziek, is muziekschool wel het meest duidelijke. Okay. Wat we eigenlijk doen is, we geven muzieklessen, maar we organiseren ook opnames. Ja, je ziet het. Helemaal door ons gedaan. Hè? Maar we doen ook aan bandmanagement, we organiseren workshops, we kunnen kleine optredens boven organiseren. Dus het is enorm breed. En als je het hebt over muziek, dan heb je het ook over merchandise verkoop. Dus het kan heel breed gaan en daar zijn we ook heel veel mee bezig. Daar zijn we ook al heel druk mee, gelukkig. Maar het is gewoon heel moeilijk om dat uit te leggen aan iedereen. Dus je zou de muziekschool AK Studio kunnen noemen. En vanuit daar komen heel veel andere activiteiten. Dus, ja. Ja, dan denk ik, ja, je zegt het zelf al, je kan hier ook nummers opnemen. Ik neem aan, dat gebeurt dan nu ook al in grote getalen. Ja. Maar we kennen jullie allebei een beetje vanuit, ja, maar rock. Mm. Is het dan ook, ben je verplicht aan een genre hier? Of noemen we dat ze hier André Rieu binnenkomt en die zegt van, ik wil een mooi nummertje opnemen, dat kan ook. Dus niet zo dat het verplicht is. Maar jullie willen het wel een beetje in die hoek drijven van de rock, of ook niet? Nee, ook niet. Het is in principe een muziekbedrijf en rock is meer een algemene term, zeg maar. Wat wel een beetje aangeeft dat je met muzikanten te maken hebt. Jullie werken zelf allebei in de band Trillium, of ja, ja. Tourmanager. Ja. En ja, combineren jullie dat ook met hier? Ik neem aan van wel. Ook, ja, ja. Trillium doet bijvoorbeeld tour voorbereidingen hier in het pand. Bijvoorbeeld repetities, opnames. Dus vanaf dat kan ook vanuit hier. Dus
alles wat rondom een band gebeurt, zeg maar, dat kan hier gebeuren. Ah, geweldig. Dus. We werken in de eerste instantie vanuit onze expertise en dat is rock en dat is metal. Mm. Dus dat wil zeggen, bands die in die scene zitten, kunnen we op heel veel vlakken begeleiden. Ja. Maar de muziekwereld is eigenlijk, welke stijl dan ook, bevat dezelfde aspecten. En, ja. En we vinden ook veel meer muziek leuk dan alleen rock en metal. Dus voor ons is het ook, voor onze belevingswereld, voor onze wereld zelf, is het ook te gek als er andere muziekstijlen zouden komen. Dus we staan daar zeker open voor. Het geeft denk ik ook inspiratie voor jullie. Ja, zelf. Absoluut. Ik denk dat je niet moet beperken tot één bepaalde stijl. En dat is ook een van de redenen dat dit voor mij persoonlijk ook een hele gave kans is. Omdat ik juist alleen maar in dat metal wereldje aanwezig was. En ik nu al merk dat je veel, dat je ook heel veel andere dingen kan doen. En dat werkt voor mij wel heel bevrijdend. Vond ik wel heel gaaf. Ja. Ja, we hadden net prachtig optreden van Will en Julia dan. Door jullie geregeld. Dat zullen we dan ook elke, dat is een vier maandelijkse uitzending. En we krijgen elke uitzending door jullie artiesten aangeleverd. Ik ben zeer benieuwd. Kunnen jullie al iets vertellen over de volgende keer? Wat we gaan zien? Of? Ja, we proberen te kijken om sowieso mensen uit de regio. Mm-hmm. Wat hier, om die een beetje te kunnen promoten, zeg maar. Die mogen zich ook aanmelden bij jullie? Die mogen zich ook aanmelden, ja, absoluut. Maak reclame, nu hebben jullie de gelegenheid. Ja, zeker. Ja. Facebookje. Ik denk dat in de eerste instantie zullen we werken met mensen die hier ook iets hebben opgenomen of lessen volgen of wat dan ook. Want dat is juist het stukje extra wat we als Rockstation ook willen bieden. We willen niet alleen het product maken en dan afscheid nemen. We willen juist dat traject verder ook begeleiden. En daar is dit eigenlijk een hele leuke kans voor. Maar natuurlijk, als er talenten zijn die wij nog niet kennen, graag. Ja, ja, super. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Dank Robin, wel. Heb jij nog dingen die... Nou, ik vroeg eigenlijk af, hoe groot is die regio waar jullie eigenlijk mee werken? Zijn het veel mensen hier uit de regio? Of ga je ook verder? Kijken jullie ook verder in Nederland, zeg maar? Ja. Of van het buitenland uit? Ik denk dat het grappige is als je bijvoorbeeld over de wereld van de metal hebt. Dat is niet zozeer regionaal, dat kan ook wereldwijd zijn. Dan zal binnenkort komt hier een Braziliaanse band opnemen. Nog een Duitse band. We hebben veel aanvragen vanuit van allerlei landen. Maar het kan ook heel goed zijn dat er hier een Limburgse band komt opnemen. Ja. Dus wat het metalgenre betreft kan het heel breed zijn. Maar ik denk dat we ons inderdaad rockgericht zullen ons richten toch op de Nederlandse bands. En dan is het regionaal natuurlijk het handigst om een planning te maken. Maar we staan overal open voor. Nou, dan moeten we gewoon ze toch aan de rock krijgen, denk ik. Weg met die accordeon. En dan elektrische kippen. Ja, precies. Nou ja, goed. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio. Ik neem nog eventjes plaats bij David aan de tafel. Ik zou zeggen, bedankt. Jullie zijn ook altijd welkom in jullie eigen studio. Wat leuk. Dankjewel. Ik wist helemaal niet dat dit was vandaag. Dat was leuk. Ik ga plaats nemen bij David aan de tafel. Jullie nog, we hebben eventueel nog een lekker stukje fly van Bakker Bart. Hebben we gesponsord gekregen. Neem een lekker stukje fly. Ik zal vragen aan David David aan Robin. Of die het voor jullie neerzet. En nogmaals bedankt voor jullie komst naar jullie eigen studio. Jullie ook bedankt. Jullie ook bedankt.